Een dame van 90 jaar was net één weekje terug uit de zorghotel toen er midden in de nacht ineens 4 overvallers naast haar bed stonden. De Endeldijk in Rotterdam-Zuid. Al 48 jaar woont hier een dame van 90 jaar. Ondanks haar respectabele leeftijd woont ze nog zelfstandig en is ze vrij fit. Ze doet regelmatig haar eigen boodschappen en kookt nog steeds zelf. Hoewel haar man is overleden en haar kinderen hun eigen huishouden hebben, woont ze niet alleen. Ze heeft een 75-jarige huisgenoot die een kamer bij haar huurt. Hoe gaat het nu? Nou, de pijn is weg en dat is zo heerlijk. Na een harde val heeft ze een aantal flinke kneuzingen opgelopen en in de zomer van vorig jaar een paar weken doorgebracht in een zorghotel. Daar knapte ze gelukkig redelijk snel weer op. Terug naar woensdagavond 15 augustus. Mevrouw is net weer een weekje thuis. Na een rustige avond houden ze het beide rond 11:30 voor gezien. Welterusten. Welterusten. Terwijl ze die nacht binnen rustig liggen te slapen, arriveren iets voor 2 uur waarschijnlijk 4 mannen aan de voorzijde van het huis. Ze weten het huis binnen te dringen. En daarna gaan alle 4 de slaapkamer van mevrouw binnen. Die slaapt daar in eerste instantie doorheen, maar door het gerommel schrikt ze wakker. Ze probeert nog in paniek overeind te komen, maar een van de daders weerhoudt haar daarvan. Het is geen goud, het is zilver. Ja. Als je rustig houdt, gebeurt er verder niks. In de hoop de daders ermee af te schudden, biedt ze hen haar zilveren ringen aan. Hij gaat alles weg. Gelukkig nemen ze daar genoegen mee. De overvallers gaan er vandoor. Ja, mevrouw van inmiddels 91 was volkomen overstuur, verschot weer. Die huisgenoot, hebben ze die met rust gelaten? Ja, gelukkig wel. Toen de daders weg waren, is mevrouw gelijk naar zijn slaapkamer toegegaan. Ze heeft hem wakker gemaakt. De meneer is erg doof en die is dus totaal ontgaan wat zich aan de andere kant van de overloop had afgespeeld. De overval heeft wel vooral op mevrouw nog heel veel impact. Ze slaapt erg slecht en ze heeft nu de deuren dag en nacht op slot. Hoe konden die daders eigenlijk zo snel binnenstaan? Nou ja, normaal gesproken doen mevrouw en haar huisgenoot elke nacht de deur op het nachtslot. En juist deze nacht waren ze dat vergeten. Het is de daders daarom vrij eenvoudig gelukt om met een ijzerdraadje via de brievenbus binnen te komen. Het is een trucje dat heet hengelen en het wordt vaak door inbrekers toegepast. Nou, en daarom wil ik nog een keer benadrukken, zorg dat uw huis altijd goed afsluit en gebruik het nachtslot. Dan gaan we kijken wat we van de daders weten. Mevrouw denkt dat ze 4 mensen binnen heeft gezien. Ja, en waarschijnlijk waren dat alle 4 mannen. De mevrouw omschreef ze als vrij jonge daders, in ieder geval jonger dan 20 jaar. Dat waren in ieder geval de mannen die bij haar bed stonden. Ze droegen donkere kleding, bivakmutsen en handschoenen. En ze spraken accentloos Nederlands en waren vrij mager. De 2 personen die haar kledingkast doorzochten, die hadden ook beide een bivakmuts op, droegen ook donkere kleding en waren iets langer dan de mannen bij haar bed. En we zagen al heel grof, ze hebben echt de ringen van haar handen afgehaald, maar er is meer meegenomen. Ja, toen mevrouw na de overval beneden kwam, toen zag ze ook dat het wandmeubel helemaal overhoop was gehaald. Daarin had ook een houten kistje gestaan met een aantal kostbaarheden van mevrouw. En daaruit zijn onder andere meegenomen een vrij dikke gouden ketting met een hanger met daarop een wereldbol. Die is nog van de moeder van mevrouw geweest. En ook 2 gouden ringen, waarvan 1 met een blauwe steen. Ook stond op de kast nog een klein rietenmandje. En daarin zaten onder andere een zilveren dameshorloge met een opengewerkte zilveren band. En ook nog een ketting zoals we hier op de foto kunnen zien. Nou ja, dit was voor de overvallers blijkbaar nog niet genoeg. Want ze hebben dus inderdaad zelfs nog deze zilveren ringen van de vingers van mevrouw afgehaald. En meldt natuurlijk meteen als die spullen ergens zijn aangeboden. Naast sieraden is er nog meer buitgemaakt. Ja, ze hebben ook nog 2 tassen van het slachtoffer gestolen. Waaronder 1 grote donkerbruine tas en daarin zaten 2 portemonnees met contant geld. Naast dat geld zaten er ook nog diverse passen in. Onder andere een pinpas van de ING-bank, een pasje van de zorgverzekering en een identiteitsbewijs. Naast het geld zijn deze spullen natuurlijk waardeloos voor de daders. En de mogelijkheid bestaat dus dat ze de tas met inhoud ergens hebben weggegooid.
Nou, we hopen dat hij dan inmiddels gevonden zou zijn. Ook kan het zijn dat er door de daders na de overval over gesproken is. Of dat mensen toch iets in die nacht van woensdag 15 op donderdag 16 augustus iets geks is opgevallen. Rond die woning aan de Endeldijk in Rotterdam in de wijk IJsselmonde. En ook hier gaat natuurlijk bel naar de studio als u misschien kunt helpen bij het oplossen van deze overval. En andere manier om te tippen foto's van die meegenomen spullen vinden we op de site uiteraard.